Leden van de bedrijvenkring, burgemeester, wethouders, vertegenwoordigers van het onderwijs, ereleden, partners van onze leden. Ik wens u allemaal welkom bij het traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Voor de bedrijvenkring was het een interessant jaar dat begon met de onwaarschijnlijke illusies van Rob en Emiel tijdens ons vorig jaar gehouden nieuwjaarsbijeenkomst in de Rode Schuur. Mogelijk een voorbode van alle verwondering die u ook in het verdere verloop van 2014 overviel. In recent onderzoek is vastgesteld dat de levensfase van bedrijven wereldwijd in enkele jaren tijd van 60 jaar is verlaagd naar 12 jaar. Marketingonderzoeken geven een aantal opvallende trends. Ik noem er u enkele. Consumenten die steeds meer informatie uitwisselen, zoals met social media, reviews bepalen koopgedrag. Bedrijven die niet of niet snel reageren op klantsignalen verliezen marktaandeel. Fysieke en digitale werelden komen meer en meer samen en versterken elkaar. Denkt u eens aan de uitgeverswereld die hun papieren informatiestroom combineren met hun virtuele kanalen. Consumenten verwachten meer eenvoud en transparantie. De gemiddelde verblijfstijd op een website komt niet boven de 60 seconden en kijkt u maar eens naar uw eigen inkoopgedrag. Als een transactie niet snel en eenvoudig tot stand kan komen of omgeven wordt door onduidelijke condities, zoekt u al snel naar alternatieven. Consumenten willen in hun verwachtingen overtroffen worden. Gewoon is al niet meer goed genoeg. U hebt als ondernemer een flink aantal uitdagingen om voor deze hernieuwde consumentenbehoeftes met het nodige omdenken oplossingen te vinden. In dat verband zie ik de samenwerking tussen ondernemers en de overheid als nieuw element voor een succesvolle toekomst. En wat voor ondernemers geldt, is ook voor de overheid van toepassing dat the science of muddling through zijn keerzijde heeft. Of, zoals burgemeester Renkema in zijn nieuwjaarstoespraak meldde, een overheid die opschuift van zorgen voor naar zorgen dat. Het betekent meer aandacht voor een samenleving die steeds meer voor zichzelf moet zorgen en opkomen. Het Nijkerks College heeft na de verkiezingen in 2014 het bedrijfsleven gevraagd die samenwerking aan te gaan. Niet meer vrijblijvend en ad hoc, maar gestructureerd. Voorzien van middelen, ook financiële middelen en professionaliteit. Pas dan zal er sprake zijn van een samenwerking in de groeiagenda en geen handlanger in de snoeiagenda. Dames en heren, ik ga afsluiten met het idee dat de perspectieven voor 2015 uitdagend zijn. Proost, ik ben de enige zonder glas hier. Take it slow.